We gaan even verder praten met Paul van Meenen. Hij is voormalig rector van het toen nog First College in Leidschendam. Inmiddels sinds 2012 lid van de Tweede Kamer. En ik heb Paul uitgenodigd, allemaal in het kader van het 50-jarig bestaan van het First College. Aanstaande zaterdag dan is er een grote reunie. En daar ben je ook bij aanwezig, Paul. Zeker. Ja, ja, ja. Nee, dat is geen enorm naar uit. Echt, ik heb er alleen maar mooie herinneringen aan. Nou, dat is hartstikke leuk. Op een gegeven moment, toen maak je een overstap vanuit het onderwijs naar de politiek. En dat begon allemaal in de Leidse gemeenteraad. Hoe kom je daar nu eigenlijk terecht? Hoe ging dat? Nou, toen ik in de Leidse gemeenteraad kwam, toen zat ik ook nog steeds in het onderwijs. Want de gemeenteraad zit natuurlijk naast je werk. Maar het is op zich wel aardig om te vertellen hoe ik nou in die Leidse gemeenteraad terecht kwam. Want ik woon dus eerst in Voorburg, maar ik ben wiskunde gaan studeren om wiskunde leraar te worden. Maar ik ben toen in Leiden dat gaan doen. En sinds die tijd woon ik in Leiden, daar woon ik nog steeds. Maar een beetje in die tijd dat ik ook rector werd van het VEURS, iets daarna, toen kreeg ik een nieuwe buurman in Leiden. Er kwam iemand naast mij wonen, kan iedereen gebeuren, in mijn geval was het Alexander Pechtold. En die was toen wethouder in Leiden, en wethouder onderwijs ook notabene. Alleen daar wist hij eigenlijk niet zoveel van, maar ja, ik wist daar wel iets van. Dus hij vroeg aan mij of ik niet iets kon betekenen voor de lokale afdeling. Dat lokale politiek is ontzettend leuk, maar het is ook een heel klein wereldje. Als je niet op tijd naar achteren stapt, dan zit je erin. En dat heb ik gedaan en met heel veel plezier. En eigenlijk was het totaal niet mijn bedoeling om het onderwijs te verlaten en naar de Kamer te gaan. Maar Alexander was inmiddels wel in Den Haag gearriveerd natuurlijk. Hij was eerst minister, toen fractievoorzitter. En hij wilde eigenlijk mij ook naar Den Haag halen om... wij willen de onderwijspartij zijn, maar dat moet natuurlijk ook inhoud hebben. En dat zag hij mij doen. Daar heb ik nog best lang over nagedacht, want dan moest ik het onderwijs echt wel verlaten. Ik heb het uiteindelijk toch gedaan, omdat ik me veel zorgen maakte over allerlei ontwikkelingen. Waar we nog steeds ook wel zorgen over hebben. Over kansen voor kinderen, over positie van leraren, et cetera. Dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon doen. En ik heb er geen seconde spijt van gehad. Het is mooi om twee passies, onderwijs en politiek, te combineren. En politiek speelt gewoon een belangrijke rol voor onderwijs. Ja, onderwijs dat is een sector met heel veel ontwikkelingen. Als we nu even teruggaan naar de laatste 2 jaar. Toen heeft het onderwijs het vrij lastig gehad, vooral met die lockdowns. Ja. We kunnen nu zeggen dat het eigenlijk over is, die gevolgen, of zijn die sporen nog steeds zichtbaar daarvan? Nou ja, gedeeltelijk is het natuurlijk over, namelijk de kinderen gaan weer naar school en de leraren. Er is nog steeds wel veel uitval, want corona is nog niet weg natuurlijk. Maar als je kijkt naar de schade die het aangericht heeft, nou ja, dat is nog zeker niet over. En dat is zowel... Nou ja, leerschade zal ik maar zeggen. Kinderen zijn echt tekort gekomen, dat zeg ik ook als leraar. Kijk, echt lesgeven voor een beeldscherm aan 25 kinderen, dat is echt niet te vergelijken met het werkelijk contact. Dat je kinderen in de ogen kunt kijken, dat je die vragende blik ziet of dat even niet goed. Dat zie je allemaal op dat beeldscherm. Ja. Dus dat hebben ze gemist, maar ze hebben eigenlijk ook, zeker ook in het voortgezet onderwijs, hebben kinderen echt ook een soort leefachterstand. Dus ook op dat vlak is er schade. Dat realiseren we ons als overheid ook. Dus we hebben ook middelen daarvoor beschikbaar. Er is heel veel geld beschikbaar. Met geld los je het niet allemaal op. Maar het helpt wel om de tijd te nemen om die achterstanden op al die gebieden. En ook die schade, ook die mentale schade soms. Om dat te helpen minder te maken. Je zit al 10 jaar in de Tweede Kamer. Vorig jaar heb je een bijzonder moment meegemaakt. De verhuizing. Vanuit het Binnenhof, want dat moet helemaal gerenoveerd worden naar een kantoorpand waar ik toevallig ook zelf in de tijd gewerkt heb. De Apenrots noemen het altijd wel in de volksmond. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Zuiderhoutse Weg. Hoe heb je dat ervaren? Nou, ik had werkelijk een van de mooiste kamers in het mooiste gebouw eigenlijk van het Binnenhof. Namelijk het oude ministerie van Justitie aan het plein. Dat is een prachtig 150 jaar oud gebouw met houten landriseringen, kroonluchters, plafonds. Dus ja, dat moesten we verlaten. Dat was al erg. Maar het maakt bijna niet uit waar we naartoe zouden gaan. Maar we gingen dus naar, inderdaad, die Apenrot. Dat weet je ook, dat is één grote betonnen vlakte. Je kan niet verder dan 10 meter voor je uitkijken. Dan is er weer een bocht of een pilaar. En dan niet een klein pilaartje, maar 1,5 meter doorsnee. Ja, dat is echt wel een overgang. Daar wen je toch ook weer aan. Hè? Er is echt wel een poging gedaan om het een beetje op de oude Tweede Kamer te laten lijken. Met de plenaire zaal en de roltrap. Maar goed, het is niet zoals het is. Maar ja, ooit gaan we weer terug.
tegen die tijd zal ik geen Kamerlid meer zijn. Maar ik ben er wel benieuwd naar. Ja, en het moest wel gebeuren, want het oude gebouw was gewoon ook echt gevaarlijk. Andere belangrijke ontwikkeling die ik toch nog even wil aankaarten, dat is de verharding van het debat in de Tweede Kamer. Ja, vooral de laatste tijd is dat heel erg actueel. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Hoe kun je die grenzen dan toch bewaken in dat gedrag? Nou ja, je eigen bijdrage daaraan bestaat om te beginnen natuurlijk dat je niet op die manier politiek bedrijft. Hè? Dat je, kijk, ik heb echt wel politieke tegenstanders, zou ik maar zeggen, op de inhoud. Hè? Niet iedereen, politiek is sowieso, ja, dat is de samenkomst van mensen die het niet met elkaar eens zijn. Dat is de kern daarvan. Dat moet je ook aanvaarden. En dat maakt het ook mooi en interessant. Maar je moet echt heel goed onderscheiden dat je op de inhoud een debat met elkaar hebt. En dat je probeert daarin verder te komen. Ook, hè, want je kunt nooit alleen ook. Je hebt altijd anderen nodig voor een meerderheid. Maar die politieke tegenstand, zou ik maar zeggen, dat politieke gevecht, moet je volledig scheiden van de persoonlijke verhouding die je met mensen hebt. En ik kan uitstekend overweg met mensen waar ik het eigenlijk bijna nooit op onderwijs over eens ben. Maar het is wel toch de enige weg om op een fatsoenlijke manier een democratie te hebben. En we zien nu in deze tijd natuurlijk ook hoe kwetsbaar democratie eigenlijk is. En dat vind ik echt wel een zorg in die verharding. Dat dreigt ook in de samenleving zelf. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Wat in de Kamer gebeurt, wordt als het ware nageleefd in de samenleving. Dus we hebben een voorbeeldfunctie, maar als we het verkeerde voorbeeld geven, dan gaat het ook verkeerd. En dat zie je natuurlijk ook buiten de Kamer gebeuren. En dat vind ik heel erg zorgelijk. En ik weet ook dat het echt anders kan. Ik heb ook in de gemeenteraadspolitiek echt al geprobeerd om juist ook die verbinding te zoeken met ook partijen. Dat die scheidslijn oppositie-coalitie te verkleinen, et cetera, et cetera. Dat kan best, maar dan moet je het wel met elkaar willen. En er zijn, denk ik, helaas in de Kamer partijen die willen ook niet dat het beter wordt. Maar goed, we blijven er wel aan werken. Dat doe ik zelf ook mijn best voor. Heel erg hartelijk bedanken voor je komst naar de studio. Ik wens je veel plezier bij de reunie aanstaande zaterdag. Zie ik jou ook. En ik hoop inderdaad nog even langs te komen met Elodie. Dat we nog een mooie filmreportage gaan maken. En ik wens je heel veel succes ook met je mooie werk.